Mijn kind is dood. Ik ben mijn Ninootje kwijt. Mezelf, ons toekomst, ons huis, ons thuis. Ik mis hem vreselijk. Ik zit met heel veel vragen waar ik geen antwoord op heb. En het doet gewoon vreselijk veel pijn dat dit gebeurd is. Wat is de belangrijkste vraag waar je nu mee zit? Waarom is er voor 10 maart niks gebeurd om de situatie daar te verbeteren, terwijl het al lang bekend was bij de gemeente? Door verschillende meldingen van mensen, door rapporten die ze zelf hebben opgesteld, laten opstellen. Het is echt ongelooflijk. Mijn dochter, mijn vrouw en ikzelf, wij zijn totaal zijn wij in elkaar gezakt. Wij, intens verdriet hebben wij. En ja, wij weten daar eigenlijk niet meer om te gaan. En het is macaber wat er gebeurd is. Het is het meest afgrijfelijke wat een mens kan voorkomen. En dat had misschien voorkomen worden als de verkeerssituatie zoals die nu is, als die veranderd was. Waarom bestaan er verkeersveiligheidsmaatregelen? Om de kans op een ongeluk drastisch te verkleinen. Op het moment dat je als gemeente een keus maakt, zoals de heer Vastehout benoemd in het interview met TV West, om niet in te grijpen, dan vergroot je de kans dat er iemand verongelukt. Dat is precies waar jullie voor gekozen hebben. Door jarenlang haast elke melding en elk rapport te negeren. Dan speel je bewust met levens. Wanneer er dan een jongetje van 12 wordt doodgereden, kan je de verantwoordelijkheid niet van je afschuiven. Jullie hebben gegokt en Nino en wij hebben verloren. Dus voor jullie fouten draaien wij nu om. Maar de gemeente doet dat af dus wij hebben hier op het ogenblik geen prioriteit mee. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik verschrikkelijk. Dit is echt de angst die ik als moeder iedere dag heb als mijn dochter van 11 hier moet oversteken om naar school te gaan. En nu is het werkelijkheid gebeurd geworden. En dat is echt verschrikkelijk en dat had voorkomen kunnen worden. Hoe zou dan? Nou, als je ziet deze weg, het is een ontzettend gevaarlijke weg. Er is geen goed fietspad, geen apart fietspad. Het is een industrieterrein, terwijl er ook woonhuizen staan. En dat hebben ze niet omgezet naar een bewonersgebied. Dan begint het gelieg, het gedraai. Nino's dood verandert in een politiek spel. De antwoorden op de open brief, het interview op tv, jullie moeten je kapot schamen. Zouden jullie genoegen nemen met alle leugens die er verteld worden als het om jouw kind ging? En volgens mij wordt er over het algemeen vergeten dat het hier over een leven gaat. En mijn leven is helemaal naar de kloten. Bedankt. Wat heeft de raad uiteindelijk besloten om te gaan doen? Dus ze zijn met een eigen plan gekomen om dit veiliger te maken. Ze moeten er nieuwe borden en nieuwe beleiding komen. Dat moet binnen 4 weken geregeld worden. En daarnaast moet de wethouder voor september een plan gemaakt hebben waarin staat dat alle wegen over dat bedrijventerrein een fietspad krijgen. En daarnaast hebben ze gezegd dat de rekenkamer een onderzoek moet gaan doen naar hoe de gemeente om is gegaan met alle klachten, alle meldingen die gekomen zijn, om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt. Het is goed dat er eindelijk een paar stapjes gezet zijn. Daar hebben wij en ruim 15.000 mensen de petitie natuurlijk voor ondertekend. Dus ja, dat is goed. Alleen het verandert natuurlijk niks voor ons. Het verandert niks aan het feit dat Nino doodgegaan is daar en alles kapot is. Ik hoop alleen wel dat dit een ander gezin bespaard blijft. Dus wat dat betreft is het mooi dat er nu iets gebeurt.